Dank, voorzitter. Ik heb 11 minuten. Het kan wel iets langer duren, maar dat hangt af van de reacties in de zaal. En van de voorzitter hemzelf. Maar goed, het moederdepartement. Het is mij wel een genoegen om 15 jaar na dato, dat was mijn eerste optreden hier rond de eeuwwisseling, kan je zeggen, om de degens te kruisen met de minister van Binnenlandse Zaken. En dat is nu zover dat wij de begrotingsbehandeling bespreken en dan namens JA 21 en veel zaken die mij toen en nu nog steeds altijd hebben gemotiveerd om politiek actief te worden, die spelen en hebben raakvlakken met het departement van deze minister en deze staatssecretaris. Dat gaat om burgerinspraak, dat gaat om bestuurlijke vernieuwing, het gaat om bureaucratie, het ambtenarenapparaat, het functioneren van onze democratie. En voorzitter, we moeten ook denk ik vaststellen dat we heel veel niet zijn opgeschoten. Een aantal zaken is zelfs, kan je zeggen, van het bergje naar beneden gegaan, bergafwaarts. Want we hebben inderdaad het referendum afgeschaft zien worden. De burgers mogen nu eens in de 4 jaar mogen een vakje rood kleuren. En we zien ook veel verkiezingsbeloftes toch weer verwateren in grijze compromissen en een compromissenbrei. Veel invloed is er niet, laten we eerlijk zijn, voor de Nederlander. De overheid dijde uit. Meer ambtenaren bij, meer regels. Onder de 3 kabinetten Rutte hebben we het gezien. 11% meer regels, 17% meer wetten en in 10 jaar tijd 1000 nieuwe regels erbij. Dat is fors. Het meest prominente hoofdpijndossier, denk ik, op het bordje van minister Ollongren is toch die woningmarkt. Er is afgelopen maanden terecht al veel over gesproken en er staat, voorzitter, inderdaad een DGO, een apart debat over de woningmarkt. Maar het is natuurlijk heel erg raar als wij de begrotingsbehandeling van BZK zonder aandacht voor de wooncrisis voortzetten. Dus daarom een aantal woorden hierover. Voorzitter, het huis, je eigen huis, je woning, dat is toch eigenlijk van een primaire levensbehoefte een luxe product geworden, kan je zeggen. Het is ook geen natuurramp die ons is overkomen, die wooncrisis, maar het is denk ik het gevolg van rammelend beleid en belemmerende regelgeving. We zien duurzaamheidseisen, verhuurdersheffing en stikstofcrisis, die hebben allemaal de bouw lam gelegd en de prijs van bestaande woningen doen exploderen. En tegelijkertijd zagen we in het pre-coronajaar 2019 de netto toename door de bevolkingsgroei al met meer dan 100.000 personen toenemen. En dan gaat het tegelijkertijd in deze Kamer heel vaak over de ambitie, hè, van 1 miljoen huizen erbij de komende 10 jaar. Dat zijn er dus 100.000 per jaar. Maar een hele simpele vraag aan de minister. Erkent zij nu dat we bij ongewijzigd beleid niet bouwen om het huidige woningtekort van 330.000 huizen op te lossen, maar alleen eigenlijk om die bevolkingstoename te faciliteren? En ik zeg het maar duidelijk, voorzitter. Wij zouden, gelet op de problematiek van de huizenmarkt, de voorzieningen, de zeer moeizame integratie onder vele immigranten, ons hele sociale model, de overvolle opvang, asielzoekers die in boten en hotels moeten worden opgevangen, de grenzen van Nederland tijdelijk willen sluiten. De rek is eruit wat ons betreft en de grens is bereikt. Neem nou die huisvesting van 11.000 statushouders, die dit jaar dus nog ergens in Nederland een woning moeten krijgen. Er is simpelweg geen ruimte voor hen. Uit een rondgang van NOS bleek eerder dit jaar dat je in een kwart van de gemeentes minstens 7 jaar al op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. In veel gemeenten gaat het om meer dan 10 jaar en zelfs de grens van 20 jaar wordt in een aantal plaatsen overschreden. En in steeds meer gemeenten ben je kansloos als je niet al vanaf je geboorte ingeschreven staat voor een woning. Dat is een bizarre situatie met grote gevolgen, voorzitter. Jongeren kunnen geen volgende stap meer in hun leven zetten omdat ze tot hun 30ste thuis moeten blijven wonen. Of ze zijn gedwongen tegen hun zin te verhuizen van de plek waar hun wortels liggen. Met alle gevolgen van dien voor de sociale cohesie in veel dorpen in ons land. En ondertussen worden al die gemeentes wel gedwongen om statushouders te huisvesten. En vrijwel alle gemeenten die laten die statushouders nog altijd onder de urgentieregeling vallen. Waardoor ze voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Maar dat wijzen naar gemeentes is denk ik wat al te gemakkelijk. Is het niet een afleidingsmanoeuvre, zo vraag ik de minister, van ja, wat landelijke partijen doen, namelijk de gevolgen van hun eigen beleid een beetje onder het vloerkleed vegen? Want de urgentieregeling is er of niet. De gemeenten moeten van het kabinet ieder jaar een vast aantal statushouders een woning geven. En als dat niet lukt, dan grijpt de provincie in. Dat weet u ook, ook in uw vorige functies. En dan moeten we gemeenten gewoon de portemonnee gaan trekken. Kortom, de voorrangsregeling voor statushouders, dat is een symptoom van het werkelijke probleem. Dat zijn de taakstellingen die vanuit het Rijk komen. Is de minister het met me eens dat de vrijheid voor gemeentes om statushouders geen voorrang meer te geven? Is de minister het met me eens dat die vrijheid dus eigenlijk weg moet? Dat het kabinet op deze manier de gemeentes blijft dwingen om de statushouders te huisvesten? De een
Dan een ander onhoudbaar dossier, voorzitter. En dat is het aardgasvrijmaken van de bebouwde omgeving. Ik zei het al. Een onbetaalbare operatie volgens ons. Die volledig langs bewoners wordt georganiseerd en wat ons betreft ook tot mislukken is gedoemd. Een operatie bovendien die geen enkel doel dient. Want zelfs de meest geharnaste klimaatfundamentalist zal moeten erkennen dat de bebouwde omgeving verantwoordelijk is voor maar 13% van de uitstoot van broeikasgassen. En dat deze mega-opgave in een oogwenk elders ter wereld volledig teniet wordt gedaan. Neem nou China. Neem China. De komende jaren gaan zij naast tientallen nieuwe vliegvelden op grote schaal nieuwe kolencentrales uit de grond stampen. De totale CO2-reductie die in Nederland in 2030 via aardgasvrije woningen zou bereiken, wordt in drie uur tijd in China uitgestoten. Dus hoe je er ook over denkt, het klimaatargument gaat simpelweg niet op als rechtvaardiging voor dat megaproject. En mijn vraag is aan de minister, waarom doet u dit? Waarom willen we dit? Hoeveel peperdure proeftuinen moeten er nog mislukken voordat de stekker eruit gaat? Voorzitter, dan zie ik in de NRC Handelsblad een wijk in Purmerend. Dat is de proeftuinwijk Overwear, als ik het nu goed uitspreek. Ik zeg het nog niet goed. Overwering, precies. Nou, Overwering Zuid, gespeld als Overwear. Dat is een wijk... Dat is een wijk die lange tijd de reddingsboei was van de voorstanders van het aardgasvrij project. Daar strandt de boel. En uit angst voor hun baan verklaren ambtenaren anoniem tegen het NRC dat de D66-wethouder van Mekeren lange tijd willens en wetens vasthield aan een totaal in hun ogen onrealistische ambitie en planning om mooie sier te kunnen maken richting de herindelingsverkiezingen al daar. De ambtenaren die wel wat van zeiden werden genegeerd en de projectleider die de onhaalbaarheid van het project aankaartte, die werd ontslagen. Ik citeer de persoon in de NRC. Ik concludeerde dat de financiële huishouding en de planning van het project niet op orde zijn en dat die niet transparant werd gecommuniceerd. Uiteindelijk diende het hele project volgens hem, ik citeer, vooral om de wethouder politiek in het zadel te houden. Kijk, ik denk dat je beter dan dit het hele project niet kan omschrijven. Een onrealistisch groen prestigeproject over de rug, maar uit de portemonnee van de belastingbetaler. Graag een reactie van de minister. Is dit waar? Wat hier gezegd wordt, wat vindt u daarvan? Dat zelfs zo'n project, een wierookproject in Purmerend, toch een speelbal lijkt van politieke belangen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk overigens dat er geen contact is geweest tussen het departement en de gemeente Purmerend. Is dat zo? Graag wat opheldering hierover. Ook of u al bekend was dat dit project al die maanden lang als onhaalbaar werd gezien. Voorzitter, de gemeente staat ondertussen het water aan de lippen. En dat is risicovol, zo zien we in de grote steden. Er kunnen gevaarlijke gaten vallen in de psychiatrische jeugd en ouderenzorg. De commissie van Wijzen heeft daarover gerapporteerd. Vanaf 2023 is er niet genoeg geld voor de jeugd in Nederland die hulp hard nodig heeft. Dat risico mogen we wat JA21 betreft niet zomaar bij de gemeente neerleggen. Ook graag een reactie op de begrijpelijke ophef die is ontstaan over de herijking van het gemeentefonds. Tientallen gemeenten worden keihard geraakt met kortingen die in het geval van bijvoorbeeld van het Limburgse Gennep botweg oplopen tot €150 per inwoner. Gemeente vreest dat dit het einde kan betekenen van zwembaden, van bibliotheken, sportverenigingen en muziekscholen. Een onacceptabele gang van zaken die denk ik ook ingegeven lijkt om kleine gemeenten tot impopulaire fusies te laten dwingen. Graag een reactie van de minister hierop. En hoe gaat zij invulling geven aan het advies van de ROB, de Raad voor het Openbaar Bestuur, om nader onderzoek te doen naar de gevolgen van die herijking voordat die wordt doorgevoerd? Voorzitter, terwijl Nederlanders dit jaar de grootste lokale lastenstijging sinds jaren voor hun kiezen kregen. In 2021 stegen de lokale lasten immers volgens Coulo in de grootste 40 gemeenten met 6,2% voor woningeigenaren en met liefst 8% voor huurders. Ver boven inflatie. De OZB, de afvalstofheffing, de rioolheffing, de hondenbelasting, de parkeervergunningen, ze worden allemaal gebruikt als min of meer melkkoe om de gaten in de begroting te dichten. Voor het komende jaar is het beeld nog niet helemaal duidelijk, maar wij gaan ervan uit dat het zomaar kan gaan om nog zwaardere lokale lasten. Het lijkt een kwestie van tijd. Bijvoorbeeld om de energietransitie te financieren, want daar komen gemeentes nogal wat tekort. Het kabinet maakt er zelf €70 miljoen voor vrij. Veel en veel te weinig, zegt ook de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die hebben het over €1,8 miljard. Kortom, daar zit ook al een gat. Gaan weer de gemeentes hiervoor aangesproken worden? Of nog erger wat ons betreft de bewoners, namelijk via hogere lasten.
Ik denk dat het genoeg is voor veel mensen. De koopkracht is al te veel geraakt. Voorzitter, is het dan alleen maar kommer en kwel in deze begroting? Nou, dat vinden wij niet. Het werk van de AIVD, de strijd tegen terrorisme in een steeds moeilijker omgeving, terechte aandacht voor gevaren als digitale spionage, cyberdreiging, buitenlandse inmenging, de strijd tegen het nepnieuws, het fake nieuws en het programma Democratie in Actie, dat zijn goede zaken wat ons betreft. Maar wie alle ontwikkelingen in de laatste jaren op een rijtje zet, zal niet verrast zijn dat steeds meer kiezers zich van landelijke politieke partijen afkeren. Bijna 30% van de Nederlanders stemde bij de lokale verkiezingen op een lokale partij. Dat was de hoogste score ooit. Ruim twee keer zo groot als het CDA nog in 2018 kan verkeren op lokaal niveau. Toen werd het CDA de tweede partij. De populariteit van die lokale partijen is denk ik heel verklaarbaar. Het zet steeds verder door. Landelijke partijen lijken zich toch meer te bevreemden van de bewoners. En lokale partijen zijn het nuchtere, normale, alternatief, poot in de klei, staan voor hun zaak en voor veel kiezers een verademing. Overigens, in twee derde van de gemeentes bestuurt een lokale partij ook gewoon mee in het college van BMW. Dus er is ook belang van de kwaliteit, ik denk dat de minister dat ook wel erkent, van die lokale partijen. Want ze doen nogal wat. Toch is het oneerlijk verdeeld in Nederland. We weten dat landelijke partijen krijgen subsidie, lokale partijen niet. Moeten de deuren langs, donaties, daar moeten ze het van hebben. Dat is niet eerlijk. Wij willen daar graag iets aan doen. Dat kan via een amendement of een motie. Ik heb een aantal collega's daarover al gevraagd hoe ze er tegenaan kijken. De VNG wil het ook. De commissie Veling heeft zich natuurlijk duidelijk uitgesproken. De minister heeft zich er ook over gebogen. Kortom, is het volgens deze minister niet hoog tijd dat wij nu werkelijk het level playing field gaan maken. Dus landelijke partijen, subsidie, dan ook de echte lokale partijen. Er ligt een voorstel van 10 miljoen, geloof ik, vanuit de VNG. Voordat ik de motie ga schrijven of het amendement ga indienen, wil ik graag van u weten, gaat u nou die kromme situatie, eigenlijk die discriminatie van de lokale partijen, gaat u die rechtzetten in bijvoorbeeld de aanstaande wet op de politieke partijen? Als niet, dan overweeg ik dus een motie in tweede termijn met andere collega's. Tot zover, voorzitter.